Ja, je kan beter vragen waarom moest het zo lang duren natuurlijk. Ik bedoel, dat is een momentum wat heel lang heeft opgebouwd. Dus toen het eindelijk zover was, toen denk ik dat we genoeg ideeën hadden om samen aan de slag te gaan. We hebben natuurlijk door al die jaren heen onze sound aardig gevonden. Dus het was gewoon een kwestie van dat combineren. En zij kwamen aanzetten met een vocal die gewoon de spijker op zijn kop sloeg voor mij. Ik denk dat het ook wel een beetje langer heeft geduurd, omdat je, als we dan niet samen wilden doen, dan moest het ook wel echt een bepaald level hebben of zo. Dus dan moest het echt wel de vocal hebben die, of het idee dat we dachten van hier kunnen we wat mee. Zeker, ja. Ik weet niet, maar ook het feit dat we gewoon allebei heel goed lopende carrières hebben, ja. En constant op tour waren. En ik ben sowieso al niet zo heel erg goed met initiatief nemen voor collabs. Ik ben altijd comfortabel in mijn eigen bubbel. Alleen, ja, dit moest gewoon een keer gebeuren. Ja. En wat dat betreft is Keepers of Our Legacy is gewoon heel erg allesomvattend. Weet je wel, we zijn door de jaren heen allebei wel druk bezig geweest binnen de hardstyle om ons pad te volgen. Maar uiteindelijk is wat wij doen is wel een beetje gatekeepen voor waar hardstyle voor staat voor ons. En, niet aan onze sound komen. Onze legacy. Nee. Nee, maar dat is het. We hebben letterlijk een onwijze legacy opgebouwd. Wat je gewoon, ja, wat met de tijd alleen maar zichzelf bewijst. Het is een prachtig stukje geschiedenis in de hardstyle, denk ik. Ja, dus die vocal die vat het prachtig samen, absoluut. Wij stonden aan het begin van een revolutie van de hardstyle. Eigenlijk het begin van de hardstyle zoals mensen dat vandaag de dag kennen. Ja, die sound heeft een complete transformatie doorgemaakt toen wij kwamen kijken. En wij, ja, ik denk dat wij toch wel daardoor een soort van, al zeg ik het zelf, toch een soort boegbeelden zijn voor die sound. Ja. Toch? En dat is de sound van muzikaliteit binnen de hardstyle, wat daarvoor natuurlijk heel erg ritme gedreven was, veel monotoner. Wij kwamen met akkoorden, wij brachten de emotie erin. Ik denk in allebei onze sounds is het gewoon heel erg belangrijk, de emotie, de muzikaliteit, energie. En dat is tot de dag van vandaag waar we alle drie nog steeds voor staan. En dat wilden we ook heel erg omvatten in Keepers of Our Legacy. Dus niet alleen het verhaal dat wij ook echt een soort van gatekeeper zijn van de sound waar we ooit mee begonnen zijn en die we nu nog steeds voeren. Maar ook dat gewoon is wat wij het allertofste vinden om te maken. En waar we onze passie en onze drive uit te halen om tot de dag van vandaag nog muziek te maken. Na al die jaren. Ja. We hebben prachtige herinneringen. We hebben zoveel mooie dingen al mogen zien en beleven. En ja, ik denk dat dit toch een soort van celebration daarvan is. Dat we nog even samen... Ja, dat vind ik zeker mooi om gewoon te zeggen van deze plaat is gewoon een celebration van 15 jaar. Of zelfs langer. Die Brook Nest van een Headhunters in één pakketje. Ja. En misschien wel de start van weer een nieuwe... Nou... periode. Ja, dat is ook zo grappig, want je kent elkaar al een hele tijd en je hebt nooit samen in de studio gezeten. Dan ga je samen zitten. Dan heb je eigenlijk een hele goede chemie in de studio. Ja. Dat weet je maar nooit. En dan inderdaad, heel erg zijn er alsof hij echt zo voorbij komt vliegen zo. Ja. Zoom. Het doet in ieder geval wel wat je ervan hoopt of verwacht. Daarom, het is wel die energie. Je moet er wel een schepje bovenop doen, anders is het niet waar. Nee. Toen we die melodie aan het maken waren, dat we echt even... samen gingen kijken van oké, maar als we nou deze toon of deze noot en deze noot, dat we echt aan de harmonie, dat is echt een blend geworden van ons samen. En dat geeft wel echt, je deed net weer wat anders dan wat wij zouden doen. Mm-hmm. En dat versterkte elkaar zo goed, muzikaal gezien. Vond. Ja. En dus ja, die melodie, die emotie die erin zit, dat is denk ik wel, vind ik het mooiste.
En met nog een leuk kerstje op de taart op het einde. Ja. Net, as we speak, ja. Net erbij zitten maken nog. Ja. We wilden eigenlijk de plaats vandaag afronden. En hij was eigenlijk al zo'n soort van klaar. Maar we waren net de laatste drop al. Dus dat is toch een beetje een mosterd naar de maaltijd. Ja. En toen zeiden we van, zullen we gewoon even proberen? En toen zeiden we, geef het een uurtje. Ja. En eigenlijk... Ja, viel het meteen gewoon helemaal goed. En hebben we nog even een soort van verrassingsdropje op het einde gemaakt. Een klein verrassingje.